van vooraf aan. We hebben weer een hele nieuwe week voor ons. Het is net zoals twee schone bladzijden in een boek. En ik heb niks gepland. Dat is ook wel fijn. Mijn moeder heeft even geen afspraken. Wat niet wegneemt dat ze misschien wil dat ik een keertje met haar meegaan voor de boodschappen. Dat zou zomaar kunnen. Maar tot nu toe hoeft het niet. En ik zit even op een belletje te wachten van Roxy. Want ze is naar het kapperswinkeltje even haar verf halen. Want ik ga zo meteen haar verven. Tenminste de uitgroeibehandeling. Doe ik altijd gewoon uitgroeien en dan doorkomen klaar. Dus ik neem wel mijn camera mee, maar je weet nooit. Misschien dat we nog ergens anders heen gaan of thuis blijven. Ik weet ook dat ze nog Griekse snoep heeft liggen. Want ze zegt nog, dat is leuk voor een vlog. Dus laten we dat misschien eens een keertje opnemen. Dat zou ook eventueel kunnen. Verder weet ik dat vrijdag zijn mijn ouders. Vrijdag is het 30 juni, dat is hun trouwdag. Vrijdag zijn mijn ouders 69 jaar getrouwd. Maar ze geloof niet dat ze er wat aan willen doen. Nou hoeft het niet meer. Ik denk hoogstens wel een gebakje en zo, toch? Dat is toch wel een beetje feestelijk. En verder zien we wel wat de week gaan brengen. Ik heb geen idee. Nee. Wordt rustig. Maar als je elke week zo'n vlog doet en zo, dan denk ik, tijd gaat wel snel. Het vliegt voorbij allemaal. Dus eventjes dit. En dan ga ik zo meteen op de haar verven. Ja. Zit je eindelijk in je karretje, blij. Pim is blij. Citroen geranium, die ken ik helemaal niet. Is dat anti-mode? Ja. Kijk, de bolgrisant, 3 euro. Hé, hey, die is goedkoper. Oh ja, die is ook iets kleiner. Ja, oh. Die is ook beter voor die mand. Eigenlijk. Nee, toch niet. Ah. Je moet op de pandjes passen. Ja. Als die gereden wordt, vindt hij zo lekker. Zo zitten. Jongens, oogjes dicht. Nou, niet hier. Ja. Kijk, dit zijn. Azaliaatje. Dit is. Ja. Oh, kijk, wat is dat? Een stammetje. Die vind ik leuk. Oh, kijk ja. Ik heb een bootje ook. Leuk voor je tuin. Zo, lekker. Hè? Dat geluid erbij. Ik vind het best leuk, dat blauwe gras. Ja, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Oh, dat zit in het bootje. Ja. Oh, even kijken. Oh, lekker. Ja. De branding. Hier is lavendel. Ja, dat is hele grote. Oh, we zoeken lavendel. Goed, Pim. Lekker, hè? Lekker in je karretje. Liefst ga je mee naar de supermarkt. Hè? Is dat niet te hoog bij de olijfboom? Die zijn lager. Ja, die zijn duurder. Oh. En die? Ja, we zijn er mee heel veel. Nou, dan kan je het zo rondom zetten. Is dat te veel dan? Nee. Het zijn toch allemaal kleintjes? Euro. Dat is net wat het opvult. Komt hier ook een bloempje aan? Als het goed is toch wel. Oké. Heel mooi. Ik vind het zo leuk. Die hortensia, die heb ik toch gehad? Ja, die vind ik heel mooi. Ik vind die hortensia's mooi. Maar ik had hem op stam. Ja. Ik had een stammetje. Oh ja. Die vind ik zeker mooi. Een Chanel pot. Ja. Yeah. Nog een zwarte strik op. Ja,
Kijk, mooi. Hè? Die zijn leuk. Het is altijd een boerenplant en ik vind ze echt het mooiste. Alleen maar hortensia's. Ja, een hele muur van hortensia's. Kijk, Pim. Visitors must be approved by dog. Die zitten helemaal te dommelen in ze. Wel leuk. Lekkere ronde dingen. Kindje, zet je zomaar midden op het pad. Wat is er, Pim? Dit is de dierenafdeling. Dierenafdeling. Kijk eens, Pim. Daar zit een heel groot Vlaamse geus of zo. Ja, hij is een kruising. Het is een Vlaamse en een Duitse reus. Hij heet Edwin. Jeetje, Edwin. Hallo. Dat is wel knap. Edwin laat zien hoe je het hok kan gebruiken. Ja, kijk even hoe groot je hok moet hebben. Ja, nou, ik heb de tuin in. Hi, het is vandaag donderdag alweer. En ik heb net mijn haar gewassen. En het heeft ook net heel erg geregend buiten. Dus dat betekent eigenlijk dat ik het vanavond weer kan feunen. Want dan gaat het natuurlijk lekker zo lekker pluizen met dit warme weer. En ik ga zo meteen eventjes, wat heb ik eigenlijk gisteren gedaan? Gisteren heeft het ook heel veel geregend. Nou, geklungeld in huis. In ieder geval, ik ga zo meteen even Pim uitlaten. Die ligt netjes te wachten. Kom eens hier, Pim. Wat is hier aan je fans? Kijk. Ah, hier is Pim. En gaan we zo eventjes naar buiten. Hè? En dan gaan we eten maken. Pim moet nog lekker eten. Dan laten we lekker worteltjes door ze eten. Dat is goed voor hem. En dan ga ik daarna ga ik eventjes naar mijn moeder. Die ga ik eventjes helpen met wat boodschappen doen. Dan kan mijn vader lekker thuis blijven. En ze wil nog oorbelletjes hebben en zo. Dan ga ik dat maar even doen. Nou, tegen de tijd dat ik weer terug ben is het eind van de middag. Oh ja, ik denk dat ik nog eventjes wat administratie voor ze moest doen. Even wat rekeningen wegwerken. Nou. Dat soort kleine dingetjes gaan we vandaag doen, hè, Pim. Oh, gaan we helemaal enthousiast worden? Gaan we helemaal bijten? Vertel eens aan je kijkers wat je allemaal graag doet. Zo, bijten zo vindt hij heel leuk. Maar dan bijt hij niet door. Dat doet hij ook altijd als je thuis komt, dan bijt hij ook in al je vingers. Hè, Pim? Ja. Ik moet altijd zo om lachen. In ieder geval, we gaan naar buiten en we gaan kijken hoe de middag wordt. Zo, het is alweer bijna weekend. Het is vrijdag, oftewel Friday. Toch? Friday. Want ik vind het altijd wel een leuk gevoel op vrijdag. Vond ik vroeger op school ook altijd wel. Als het dan vrijdag was. En wat was ik gisteren? Oh, hoop gedoe gisteren met mijn moeder de pinpas. Ik ging dan met haar boodschappen doen en aan het begin van de week... Toen had ze per ongeluk iets verkeerds ingetoetst en toen van de zenuwen deed ze het helemaal verkeerd en nou verkeerd. Dus na drie keer pas deed het niet. En toen was ze thuis gekomen en toen had ze wel een mannetje van de ING gebeld. Die zei, oh, dan moet je dit, dan moet je dat doen en dan is die weer goed. Dus ik zei, laat mij er maar even doen. Dus ik ging naar zo'n ING hoekje bij een winkel die we hier in de buurt hebben. En ik doe de pas erin en ik... haalde gewoon cashgeld uit. Dus ik zei, nou mama, het doet het prima, want ik haalde cashgeld uit. Dus, ik ging gisteren met de B, ging de boodschappen doen. Nou, ze even naar de kruidvat. Ik zeg wel eens, nou, je kan beter aandelen nemen in de kruidvat, want je bent daar constant. Dus, ik koop een paar dingetjes staan bij de kassa en ik wil voor de pinnen en kaart weigert. Ik zeg, nou, dat is ook raar.
Ik zeg, van de week deed hij het. Dus ik zeg tegen het meisje, laat me even liggen, kom zo terug. Dus ik denk, dan ga ik maar even naar die Primera aan de overkant met die ING-boek. Even kijken met die kaart. En ik haal uit de automaat gewoon weer cashgeld. 20 euro haal ik eruit. Ik denk, dat is raar. Dus heb ik mijn betaald en eruit valt. Dus we gingen daarna naar de Albert Heijn. Ik zei, volgens mij doet hij het gewoon hoor. Ik snap er niks van. Boodschappen gedaan, komen bij de kassa, wil pinnen, kaart weigert. Meisje nog een keertje de kaart oppoetsen, kaart weigert weer. En dus ik zeg, moeder altijd al helemaal in paniek. Ik zeg, mam, maakt niet uit, blijf even staan, ga even bij het hamsterautootje wachten. En dan rijd ik even op en neer naar huis. Hij haalt een andere pasje van mijn vader, ik ga dan betalen daarmee. Dus op en neer gereden, weer teruggereden. Moeder had al half de boodschappen ingepakt. Gelukkig is dat echt nog een 10 minuten van, nog pas een eerste 10 minuten weg. En alles ingepakt, betaald, met mijn vader zijn pas. Dus thuis heb ik maar een andere kaart. Nee, heb ik eerst die ING gebeld. En toen zegt die man, als u gemakkelijk bent even en je kan het via internet doen, vraag dan maar een andere pas. Hij zegt, dit probleem heb ik nog nooit gehoord. Dat je wel cashgeld krijgt. Maar je kan niet pinnen. Ik snap, ze wordt er nerveus van, dus laten we nou maar een nieuwe kaart aanvragen. Dus dat was het avontuur van de pinpas. Dus er komt volgende week een nieuwe pinpas, maar wel eigenaardig. En vandaag is het ook de trouwdag van mijn ouders. Dus die zijn vandaag 69 jaar getrouwd. Nou. Of zoals mijn zus altijd zegt, man, 69 jaar dezelfde piemel. Zeg ze er altijd bij. Hoe hou je het vol? Ik ga het niet meer halen. Ik denk niemand meer tegenwoordig. Dus we gaan dadelijk, ik ga daar wel eventjes even langs. Even een kopje thee drinken. En Roos komt er ook even naartoe. Ze doen er verder helemaal niks aan. Misschien dat ze een gebakje had. Ze is even naar de kapper. Maar daar gaat ze altijd op vrijdag. En ik ga even zo meteen boodschappen doen. Eerst even de Pim uitlaten. Die liggen al met gespitste oren te kijken naar me. Dus ik ga daar eventjes mee naar buiten. Lijstje maken voor de boodschappen. En dan op naar de super. En dan als ik terugkom alles uitpakken. En dan naar het bruidspaar. Oma zit weer te eten. Ik heb alleen maar eten. Opa, stop. Het bruidspaar. Dat is de truc, allebei een eigen stoel. Ja, zo hou je 69 jaar. Ja, maar waarom foto zit je met een spiegel? Ja, ik zeg net, ik zie u alleen maar eten op allerlei filmpjes. Zeker, joh. Goedemorgen. Nee, het is 10 voor 1. Het is helemaal geen morgen meer. Op deze zaterdag. En het is echt wel lekker afgekoeld. Maar ja, het blijft maar regenen. Ik was net ook nog weer buiten. God, helemaal mijn sjaal op mijn hoofd voor de regen. En ik ga zo even Pim uitlaten. Dan ga ik hem eten geven. En dan ga ik daarna even naar Rox en Dimitri. Die hebben een soort housewarming voor de familie. Dus mijn zus komt met de man. En mijn ouders komen ook nog even langs. Dus misschien dat ik wel even de camera meeneem. Even kijken. God, dat waait wel. Nou ja. Dus het wordt een beetje troosteloos weer dit weekend. Ik heb wel schaapjes weer. Even kijken of ik ze kan laten zien, de schaapjes. Moet ik even door de Luxeflex heen. Kijk, zie je schaapjes? Wacht even, kijk, een beetje dichterbij halen, andere kant op. Jee, kijk. Ja, ik heb een heleboel. Ik denk ongeveer, oeps, deze kant. Ik denk ongeveer een stuk of 100 staan er. En die eten het gras. En er zit, dat kan je net niet zien, er zit daar ook nog een... de metro rijdt even langs, dan zie je niks. Net na daar bij dat hekje zit een zwanenfamilie. En die heeft... even uitzoomen. Nee, uit. Als ik iets te dichtbij... en de zwanenfamilie die heeft al 6 zwaantjes. En dan gaat die moeder voorop en dan de zwaantjes ertussen. En dan gaat die vader achteraan, die sluit dan aan. En die als een soort, die nekken zetten, een telescoop. Die houdt iedereen in de gaten die maar iets dichtbij komt. Maar ja, ik wil nog wel eens natuurlijk
De vertrouwde eentjes die ik al 6 jaar hier op het gras heb. Die geef ik altijd wel een beetje brood als ik met Pim daar loop. En dan komt die ene zwaan. En die komt daar echt altijd dan heel dicht bij de kant. En die wil eigenlijk ook de kant op. Maar het begint al een beetje te blazen. Dus dat vind ik altijd wel een beetje tricky. Je weet het niet. Zeker niet als ze kleintjes hebben. Maar ik vind dat wel een heel leuk gezicht. Zoals jullie zien, het is donker onder mijn kastjes. Mijn lampjes zijn weer eens kapot. Ik denk dat het snoertje een beetje doorgebrand is. Want als ik aan het snoertje zit, dan vloepen ze wel aan. Maar het snoertje is een beetje heet. Dus ik denk, ik doe ze maar uit. En dan heb ik alleen het lampje in het middelste kastje aan. Met die brand laatst in Londen, heb ik ze krakkemikkig aan. En dan kreeg je ineens brand. Dat zou zomaar kunnen, hè? Je weet het maar niet. Dus ik laat ze maar even uit en dan vraag ik aan Dimitri of hij ze even wil maken. Of hij er even wil naar kijken. Ik ga in ieder geval eventjes naar buiten. En dan Pim eten geven. Goedemorgen, het is zondag. En wat ik altijd wel lekker vind, als ik Pim uitlaat op zondagmorgen, dan is het altijd zo extra stil. Het is altijd heel stil. En ik heb nu natuurlijk die schaapjes, dus die lopen een beetje te bleren. En dan heb ik een paar merels, die hoor ik in de verte. Dan denk ik, echt zo'n zondaggeluid vind ik dat altijd. Stil met een vogeltje en schaapjes. Dus ik was gisteren dan... Ik vergeet altijd te laat te vloggen. Ten eerste waren de hapjes bij Roxy, de housewarming... Had ze heel lekker klaargemaakt. Maar ja, dan bedenk ik ineens halverwege dat alle hapjes allemaal op zijn. Oh ja, ik had mijn camera meegenomen. Ik kreeg helemaal half lege plankjes met hapjes. En sowieso was het heel gezellig. En het was jammer dat Christine er niet bij was. Want zij was plotseling naar Amsterdam gegaan. Omdat haar vader ineens over was gekomen uit Amerika. Dus toen wilde ze even naar de papa toe. En toen s'avonds moest ik weer naar een verjaardag. Dus ik was 11:30 thuis. Dat was een hoop gekletst de hele dag. En nu was ik met mijn... Wat is er, Pim? Ben je wakker ineens? Kijk eens. Ben je die aan het bewaren, Pim? Ja. Ik heb in ieder geval lekker even mijn ontbijtje gemaakt. Dus ik heb mijn croissantje, ik heb fruitsalade met een heel klein beetje yoghurt en honing. En ik heb mijn little pancake, doe niet aan de lijn, little pancake. En mijn vitamine pillen met mijn kokosjuice. En daar ga ik eventjes van genieten. Dus ik denk, ik doe eventjes nog dit zeggen, want dan kan ik gelijk de week eigenlijk afsluiten. Dus bij deze, dit was mijn week. Tot de volgende keer. Bye bye.